Ja, allereerst David, nog steeds weer mijn complimenten voor je fantastische film. Ik vind het ongelooflijk hoe jij altijd zo'n intense zoektocht volgens mij vooraf laat gaan aan een film. En zo'n compleet beeld weet neer te zetten. Ik wou beginnen met dat ik ooit het klein Pulcinellen boekje via Marktplaats heb kunnen kopen. Zonder het voorkantje helaas, maar ja, ik was toch al blij. En dat kwam doordat ik las dat Joke van Leeuwen, van wie ik dan weer heel erg fan ben, daar haar inspiratie eigenlijk uit opgedaan heeft. En ze had daar namelijk tekeningen in gezien die ze nog nooit ergens anders had gezien. En ik vroeg mij af, hoe kwam jij op het spoor van Peter Vos? Spoor van Peter Vos. Ik las zijn tekeningen, zag zijn tekeningen vroeger als jongen in Vrij Nederland. En ik zat bij zijn zoon in de zijklas op het Stedelijk Gymnasium in Utrecht. En mijn ouders waren fan, dus die hadden een mussentekening, gezin getiteld. Dus 3 mussen, of 4. Ik was met de paplepel is dat ingegoten, de bewondering voor Peter. En heb je Peter ook ontmoet? Want ik heb 1 keer een tekening voor mijn moeders verjaardag gekocht van hem. En toen ben ik het op de Stadhouderslaan in Utrecht bij hem gaan halen. Dus dat is eigenlijk mijn enige ontmoeting, heel kort. En een hele mooie tekening die nog bij mijn moeder aan de wand hangt. Wat? Ook mussen. Oh ja. Ja. En hoe ging die ontmoeting? Vrolijk. Ik weet niet of hij aangeschoten was of niet, maar hij was heel vrolijk en aardig en vriendelijk. Maar het was te kort om hem te leren kennen. Ja. Ja. En had je al lang het plan om ooit een documentaire over hem te maken? Of hoe ging dat? Nee, ik denk dat ik er maar een jaar mee... Oh, wacht, ik vergeet iets. Er was een tentoonstelling in het Rembrandthuis. Verdomd, dat is meer de aanleiding geweest, denk ik nog. Dat is de aanleiding geweest. Er was een prachtige tentoonstelling in het Rembrandthuis. Met daarna allemaal speeches. En hij werd enorm in het zonnetje gezet. Maar toen zag ik al die verschillende soorten werk bij elkaar. En daar zag ik ook dat hij allemaal autobiografische tekeningen maakte. Dus eigenlijk is toen het idee, denk ik, geboren van... Ik dacht... Ik kan dus ook door middel van zijn tekeningen een levensverhaal vertellen, omdat hij die dingen zelf allemaal tekent. En ik kende, wij hadden natuurlijk ook de sprookjes van de Lage Land, dus dat soort dingen kende ik en zijn illustraties en boekomslagen. Maar dat het zo rijk was en zo breed, daar kwam ik toen achter, ja. 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 Ja, want je kon inderdaad het hele verhaal vertellen, ook met al de interviews die van hem zijn gemaakt natuurlijk. Ja. En Sander, die een heel grote rol heeft in jouw film. Ja. Ja. Het was een flauwe vraag met die getallen, maar ik vroeg mij toch wel af hoe intensief jij in deze film bent gedoken. Dus hoeveel tijd heb jij besteed aan deze film? Dat weet ik niet meer. Hij is in première gegaan in 2017. En ik... De film daarvoor die ik maakte was 2013, maar ik heb er niet 4 jaar... Ik denk ongeveer 3 jaar, 2,5 fulltime. Ja, fulltime wel dus. Ja, 2,5 fulltime denk ik dan. Ongeveer 1 jaar montage. Want hoe gaat het in zijn werk als jij een film maakt? Ben jij daar iedere dag echt mee bezig? Is er ooit een dag tussen waarin jij er niet mee bezig bent? Ja hoor, ik heb gewoon weekend soms. En dan kijk jij niet zo van, ik zie daar een vogel en ik kijk daar nu wat anders naar dan tuurlijk, anders. Tuurlijk, ja, dat kan je niet helemaal uitzetten. Als ik, en natuurlijk was, ja, door Peter ben ik vogels beter gaan bekijken. Dus als we dan met vakantie waren, dan wilde ik eigenlijk liefst die gierzwaluwen, want die heb je in Zuid-Europa natuurlijk veel meer. Dus ja, ik wilde eigenlijk wel dan werken. Maar ja, ik heb ook kinderen en een vriendin. Dus ik moest af en toe die camera neerleggen. Jammer. En zijn er al vragen vanuit deze zaal?
prangende vragen. Was je bang voor vogels? Bang? Ja. Nee, ja, ik heb wel Hitchcock the Birds gezien, als je dat bedoelt, maar nee. Nee, roofvogels. Ja, die heb ik gefilmd terwijl ze achter in een kooi zaten. Ja, oh ja, ik heb één keer bij, in Alfa aan de Rijn, dat vogel... Avifauna. En daar kwam zo'n beest echt recht, dat was zo'n show, zo'n vogelshow. En daar had ik mijn slow motion camera mee. En dat shot zie je ook in die film. En dan komt hij echt rakelings over je hoofd. Dat was wel heel, heel eng, ja. Ja. Maar ja. Het ging goed. Ja, ik was meestal groter dan de vogels. Dus. Heb je wel eens gewanhoopt? Van met al dat materiaal en al die, ik bedoel, het onderwerp zelf is al zo breed. Ja. En dan ook nog eens een keer al die Ja, ik heb ongeveer een maand in een soort depressie wel gezeten, ja. Of eigenlijk meer een soort continue angstaanval van een maand of zo. En dat gebeurde toen ik de meeste interviews had verzameld en de meeste tekeningen had verzameld. En begon met het verhaal te bouwen. En ik dacht, ja, dit is een puzzel waar ik wist echt zeker dat ik die puzzel nooit zou kunnen leggen. Hoe ga je dit in godsnaam, die verschillende... Want ik wilde heel veel dingen tegelijk. Ik wilde de verschillende echtgenotes de verhalen vertellen. Ik wilde het verhaal van zijn vader, maar ook het verhaal van zijn moeder. En het verhaal van zijn broer wilde ik ook een plek geven. Dus al die puzzelstukjes, ik dacht, hoe bouw ik dat in godsnaam op? Ja, had je geen structuur vooraf? Ja, ik heb ooit, om de financiering rond te krijgen, heb ik een... scenario geschreven van tevoren van hoe de film eruit zou komen te zien. En dat heb ik op. Toen ik het geld had, heb ik dat scenario verscheurd. Dat vind ik eigenlijk heel goed. Ja, dus ik kon het ook niet meer vinden. Nee, ik kon het wel vinden, maar ik had geen zin meer om het in te kijken. En ik had zoveel nieuwe dingen ontdekt en zoveel nieuwe verhalen. Dat strookte totaal niet meer met elkaar. Maar ik had Hans Aarsman als meekijker en later ook Sander. Dus na die maand en een paar keer met Hans Aarsman te kijken... Ja, ben ik de eerste blokken achter elkaar gaan zetten. Een begin maken. Het begin vind ik altijd het allermoeilijkste. Of dat schijnt iedere regisseur te vinden. Ik had wel 6 eindes. Ja, ook bij mijn andere films. Het is allemaal veel makkelijker. Maar het begin, hoe krijg je de kijker zo... ver dat je betrokkenheid voelt bij Peter. En daar hebben we echt tot het einde aan toe hebben we daar aan gesleuteld. Ik geloof zelfs nog na de première dat ik nog dingen in het begin heb veranderd. Maar goed, na die maand heb ik 8 maanden doorgewerkt. En toen werd het steeds leuker en leuker en leuker. En het was wel heel spannend om de film aan Sander te laten zien. En ik zag dat hij een traantje wegpinkte en toen zijn we gaan praten erover. En die eerste versie. Nee, hij was ook wel heel streng en terecht van kansen die ik had laten liggen. En dus daar heb ik heel veel aan gehad. En Hans Aarsman is ook aan de ene kant opbouwend en aan de andere kant meedogenloos. Dus dat is wel een combinatie die prettig is. En als je er nu naar kijkt, zou je na 5 jaar, zie je nu weer dingen van, die je heel anders zou doen, keuzes? Ja, ik vind zelf dat de film op een gegeven moment een beetje... Ik heb net een film over Renate Rubinstein gemaakt en die gaat veel meer over de wereld en over politiek en over grote thema's en zo. En ik zat ongeveer halverwege deze film... merkte ik de verschillen tussen die films en dat het voordelen heeft dat dit een veel kleinere film is, een kleiner onderwerp, maar dat ik misschien toch ook, dat hij misschien ietsje korter had gekund, omdat ik toch ook wat details heb uitgewerkt die misschien niet hadden gehoeven. Ik zit even te denken ondertussen aan waar ik dat dan voelde en wat het detail was. En dat weet ik nu niet meer, sorry.
Maar ja, dat kleine, dat heeft ook nadelen. Dat het gewoon een psychologische geschiedenis is van één individu. Ja. Die eigenlijk heel erg geïsoleerd leefde ook. Dat heeft nadelen. Meestal bij jou zijn projecten soms dat jij al mensen begint te interviewen als je die gemoeien gedacht hebt dat je een film over gaat maken, maar dat je in ieder geval hun getuigenissen wil, omdat je bang bent dat ze doodgaan, wat ook dan bijna altijd gebeurt. En daar ben jij. Maar bij deze film is dat niet zo. Je hebt niet al jaren daarvoor nog wat. Je hebt echt binnen die periode van 2,5, 3 jaar gedaan. Ik heb wel Willem den Ouden, What's in a Name, als eerste gaan interviewen. Maar die leeft nog. Nee, ja, ik weet niet of ik dat. Dat heb ik hier niet zo heel bewust gedaan. Mensen waren ook ietsje minder oud dan bij Renate. En, nee, ik geloof niet dat ik dat echt bewust. Maar Peter van Staten bijvoorbeeld. Er waren een paar die je dat niet hebben. Ja. Maar ik weet het ook niet meer zo precies. Maar daar zat geen stuk die is er niet meer. Ik bedoel eigenlijk meer, het is niet, op het moment dat jij bedacht, ik ga veel wat mee losmaken, vanaf dat moment begon jij mensen te interviewen en et cetera. Het is niet zo dat je daarvoor... Ja, nou, ik vind het schrijven van het scenario om dat geld te krijgen, vind ik zo afzichtelijk vreselijk werk, dat ik dan mezelf een beetje probeer op te peppen door alvast dat mensen... te interviewen, wat natuurlijk ook als research fungeert. Dus dat heb ik nu ook gedaan. Vroeger mocht het niet, nu mag het. Dus vroeger deed ik het stiekem en nu mag ik het doen. Ja. Ik ben naar de geïnterviewde gewoon met een lijstje onderwerpen allemaal gegaan. En die onderwerpen, nou ja, misschien dat die onderwerpen wel een beetje uit mijn research, ja, die kwamen uit mijn research voort. En dus ik ging al die mensen heel vaak over dezelfde dingen vragen. En dan kon ik dingen combineren. Wat gebeurde er bij de begrafenis van de broer van Peter? Dus dan kon ik Anneke laten vertellen, die weer net iets anders vertelt dan Jaap. En dan wordt zo'n verhaal veel rijker. En zo heb ik eigenlijk met alle onderwerpen, zijn verlegenheid, zijn weggeven van tekeningen, dat stond allemaal op mijn lijst. En dat ging ik bij iedereen halen. Doe je eigenlijk altijd, toch? Dat is een truc van jou. Dat is ook heel geestig. En ook omdat het iets zegt over de werkelijkheid die inderdaad... Ja, eigenlijk zit in deze film het iets minder. Maar bijvoorbeeld in die film over Bromet. En bij Renate Rubenstein ook mensen die elkaar totaal tegenspreken. Ja. En dat vind ik altijd heerlijk. Ja, wat een fantastische man. Wat een vreselijke man achter elkaar. Dat, ja. Want ja, zo is het leven natuurlijk ook. Ja. Is er iets wat je verbaasd heeft in de loop van de productie? Bijvoorbeeld zo'n vlucht over de graven, zo'n soort verhaal. Ja, dan denk ik meteen, ja, dat is een juweeltje. Dat moet ik op een of andere manier in beelden gaan gieten. Ja. Dus ik heb op diezelfde begraafplaats heb ik een paar uur zitten, of ik ben er twee keer heen geweest, om dan daar mooie silhouetten, waar dan ook nog eens een vogel doorheen vliegt, te proberen te halen. En, ja, zo heb ik ook in Utrecht gefilmd en bij een dame van de Nederlandse Musvereniging. Daar heb ik dagenlang op dak gezeten om aan de bomenpartij daar tegenover. Er zaten honderden mussen die kwamen daar uit heel Nederland daar voedsel halen. Maar had Peter Vos daar ook iets mee te maken? Kwam die ook bij? Nee, die heeft de musvereniging nooit leren kennen. Nee, en nou ja, zo dat soort... Ja, ik was ook heel erg verbaasd door iedere tekening. En ik kom nu nog steeds bij mensen waar dan weer nieuwe tekeningen hangen en waar ik dan weer verbaasd door ben. Dus ik heb eigenlijk eenzelfde soort proces als wat Sander in het begin beschrijft van Jezus, ongelooflijk. Dat maak ik nog steeds af en toe mee, maar in de productieperiode. Omdat hij zijn tekeningen altijd weggaf. Waar zijn ze verspreid door heel Nederland. Er zijn waarschijnlijk nog duizenden onontdekte tekeningen. Dus ik moest in heel Nederland met mijn scanapparaat al die tekeningen gaan scannen. En ja, dat was weer het volgende juweeltje dat mij weer verbaasde. Dat zou voor mij het meeste bijstaan. Dus dat jij wil daar alle tekeningen hebben.
je wilde gewoon niet dat tijdens dat je met deze film bezig was en je aan het monteren was, dat er nog weer iets naar boven kwam. Ja, dus een nachtmerrie. Ja. Dus je wilde van tevoren eigenlijk compleet alles hebben. Ja. En dat ik je op een gegeven moment vertwijfel van de telefoon had. Het is steeds wijkende horizon. Ja. Op een gegeven moment ben je maar gestopt, neem ik aan, met proberen alles te krijgen. Ja, ik moest de film afmonteren, ja. 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 Tijdens de montage kreeg ik soms ook nog van iemand groen licht van, nou ja, je kan die tekeningen komen scannen en zo af en toe. En ja, tijdens het monteren kom je natuurlijk ook weer op nieuwe verhaaltjes waarvan je dan net een variant van een tekening wil die daar beter bij past. Dus dan, ja, dan heb ik misschien, denk ik, ook nog wel eens gezocht naar weer net iets anders. Of bij jou gebeld van, heb je niet ook nog eens een ander soort mus of een ander soort houding? Saïda, dus ik heb Saïda en Sander heel veel lastig gevallen. Ja. Moest je wel rechten halen? Hoe werkt het? Rechten om die tekening te gebruiken? Ja, dat heeft mijn producent met Saïda en Sander geregeld. Maar daar weet ik het fijne niet meer van, of ik heb het verdrongen. Niet met de scepter, dat is Saïda. Je hebt het alleen maar gescand, je gebruikt het toch niet voor prof, ja. Business. Ja, maar zakelijk gezien kan je als nabestaande zeggen van, oh, dit is op de Nederlands TV, daar is subsidie voor gegeven. David de Jong verdient daar zijn inkomen mee over mijn rug. Ja, nou ja. Kan je zeggen. Nou ja, Sander, als ik het vraag, maar hoe vind jij het dan nu? Hoe heb jij het ervaren dat er een film werd gemaakt over jouw vader? Door daar. Een goede film. Ik was een beetje aan het denken als Michael. Ik dacht, ik was al een tijdje aan het denken dat shit, we vallen om bij bosjes. Nou, ik moet misschien een beetje in actie gaan komen en iemand gaan interviewen of zo. En toen wilde ik eigenlijk. Ik dacht, yes. Ja, een betere kan je niet hebben. Ik wist helemaal niet dat David filmmaker was. Ik ken hem van de middelbare school. Ik was heel blij dat hij het ging doen. En wie had je in je hoofd dan als eerste om te interviewen? Ja, ik dacht, ik moet zelf dan waarschijnlijk eerst uit mijn nest komen en gaan doen of zo. Maar, en dat zat ik dan net. Oké, ik ga nu iemand bellen. Dan stap je gewoon op een trein die zal gaan. Maar zelf een trein in beweging brengen, dat kan ik helemaal niet. Dus, en welke geïnterviewde had jij op je lijstje staan dan? Nou, ik was geschrokken toen Henk Malies, vriend, was overleden. Toen dacht ik, oké, ik zou ook net als jij als eerste willen een oude opnemen. Die nog steeds leeft. Hoe oud is hij dan? Niet zo heel oud, midden 80 of zo. Wat had jouw vader van de film gevonden? Dat is een goede vraag. Het zoveel liefde gemaakt, dat moet hij wel goed hebben gevonden. Er zit ook wel veel ellende in, toch? Ja. Er worden ook wel stevige dingen gezegd. Ja. Juist in het persoonlijke sfeer denk ik dat dat best moeilijk te verteren misschien was geweest. Ja. Maar over zijn werk zou u toch heel trots geweest zijn. Ja, dat zou ik wel. En mevrouw Le Grand, de tweede echtgenoot, ik heb net in mijn oor gefluisterd gekregen dat u de zaal zit. Wat vindt u er dan van deze film? Of? Ja, dat is een ik vond het aangrijpend en ik had hem ook 5 jaar geleden, denk ik, voor het laatst. Ik had hem tussendoor nog wel een keer gewoon op de televisie gezien. Zo in de, en de, maar dat is toch nog een heel verschil met zo. Dus dat komt, ik vond het echt prachtig. Ja. En ik vond het ook, dat zei ik vorige keer ook al, fijn dat het verhaal van Sander verteld werd. En ik denk dat dat echt een verrijking is ook. Hè, dat hij zo belangrijk geweest is in zijn leven, dat ook nog beter recht doet aan hem ten opzichte van andere films of verhalen.
vind het ook zo mooi. Ja, het is gewoon mooi. Het is dat het verhaal verteld wordt door stukjes mensen en dan maar dat het vooral ook door zijn tekeningen en soms ook vogels verteld wordt. Ja, ik denk dat hij daar ook heel blij mee geweest. Ja, dat denk ik ook. Ja, dat denk ik ook. Heb je dat hele interview, dat radio-interview gebruikt? Is dat eigenlijk het enige wat je hebt gebruikt aan interviews? Meerdere interviews. Ja, meerdere interviews en televisieperformances die hij in de loop der jaren heeft gegeven, ja. Daar heb ik soms ook audio uitgehaald alleen. Ja. Maar er was heel weinig autobiografisch, er waren geen super 8 filmpjes of zo. Ja, er is helemaal aan het eind van zijn leven zijn een paar leuke opnamen gemaakt die ik veelvuldig ook heb gebruikt als hij op de bank zit en zo naar zijn tekeningen kijkt en zo. Maar wat? Ja, ja, dat is een hele oude film uit, of nou oude, maar ja, die is al in 1969 gemaakt door Hans Keller. Ja, ja. Nee, ja, er zijn eigenlijk 2 eerdere films over hem gemaakt, maar die zijn een stuk korter. 1 uit 82 en 1 uit 69. Die hebben helemaal geplunderd ook. Ja. Ja. En over wie zou jij dan nog een film gaan? Over wie gaat jouw volgende film? Nou, ik ben nu bezig met een podcast over bergbeklimmen.